Ik mag gaan praten met Aagje Swinnen. Zij heeft namelijk een heel bijzonder boek samengesteld. Seksualiteit van ouderen. Aagje, welkom. Waarom een boek over dit onderwerp? Wel, mijn eigen onderzoek gaat meer in het algemeen over beeldvorming van ouderen. En omdat we in een maatschappij leven waarin dat die jeugdnorm nog altijd sterk dominant is, gaat in feite al mijn interesse uit naar allerlei thema's die niet zo vanzelfsprekend zijn, zoals onder andere seksualiteit van ouderen. Dat nog want hoe is het dan met ons beeld gesteld, ons beeld van de seksualiteit van ouderen? Wel, we krijgen vandaag de dag veel meer diverse beelden te zien van ouderen, maar die zijn in het algemeen toch... Ja, we krijgen hier al een waarschuwing. Toch blijft dat vrij beperkt. Het is, ik denk dat nog altijd een beetje de mythe leeft dat ouderen aseksueel zijn, of dat het allemaal wat minder wordt met de jaren. Maar dat is niet zo? Dat zou zo kunnen zijn voor sommigen, maar als men bijvoorbeeld kijkt naar de seksuele behoeften van ouderen, dan blijft die voor de grootste groep ouderen nog altijd groot. Veel ouderen hechten nog altijd veel belang aan hun seksuele leven. Dat is nog iets anders dan hun seksuele activiteit. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat je minder seksueel actief wordt naarmate je ouder bent. Bijvoorbeeld gezondheidsredenen. Ja, want speelt dat mee? Heb je dat, want je hebt het boek, je hebt niet zelf interviews gedaan, hè, met oudere mensen, maar je hebt het samengesteld. Ja. Maar is dat dan wel wat je bent tegengekomen? Dat de ouderdom, de gebreken, de kwaaltjes en misschien ziektes, dat meespeelt in de seksualiteit? Dat mensen zichzelf minder aantrekkelijk vinden misschien? Wel, ik denk dat een van de belangrijke boodschappen van het boek is dat dat veel minder een aspect is dan we zouden verwachten. Okay. Het is niet zo dat ouderdom per definitie leidt tot seksuele gebreken. Mm-hmm. En als er problemen zijn, seksuele problemen, dan komen die vaak voort uit gezondheidsproblemen. En die heeft dus dan niet zozeer te maken met het gewone verouderingsproces. Mm-hmm. Dus dan moeten we toch een duidelijk onderscheid maken. Je hebt enerzijds het verouderingsproces waarbij dat er bepaalde lichamelijke dingen veranderen in uw hormonenhuishouding. En dat heeft een effect op je seksualiteit, maar veel minder dan bijvoorbeeld een ziektebeeld of behandeling van ziekte. Ik denk aan bestralingen of chemotherapie. Of een bepaalde medicatie kan een veel groter effect hebben op je seksualiteit. En ja, er zijn natuurlijk ziektes die meer met ouderdom verbonden zijn. Maar ik zou toch duidelijk willen maken dat het boek niet zozeer in de probleemsfeer alleen hangt. Hele leuke dingen te vertellen, toch? Er zijn ook hele leuke dingen te vertellen. Bijvoorbeeld, er is een stuk over verliefdheid bij ouderen. Dat is een stuk geschreven door Anna Wolters, die bij mij stage heeft gelopen. En zij heeft een aantal ouderen geïnterviewd naar aanleiding van een nieuwe liefdes. Ja. Want uiteindelijk zijn er ook heel veel ouderen die zonder een partner komen te vallen. Hè, door overlijden bijvoorbeeld. Ja. En heel wat van hen gaan toch terug daten. En er zijn een aantal hele mooie verhalen daarover. Over hoe overweldigend zo'n nieuwe verliefdheid kan zijn. En blijkbaar zijn er toch niet zoveel verschillen met het verliefd worden op jongere leeftijd dan je zou verwachten. Hoe reageert de omgeving dan erop? Als opeens een ouderstel heel verliefd is, wordt daar vreemd tegenaan gekeken? Ja. De ouderen die zijn geïnterviewd in het boek, die hadden daar veel minder last van. Maar we weten wel uit andere studies dat het wel degelijk zo kan zijn dat bijvoorbeeld kinderen niet goed reageren op de nieuwe relatie van een ouder. Maar dat kan allerlei redenen hebben, hè. Bijvoorbeeld financiële. Ja. Of gewoon in het algemeen ook dat je bijvoorbeeld de herinnering aan je overleden vader of moeder moeilijk kunt loskoppelen natuurlijk van de nieuwe partner die komt opduiken. Maar ook dat is niet noodzakelijk verbonden met ouderdom. Nee. Ja, die verliefdheid waar je het nu over hebt, daar hebben wij hele leuke beelden van. Verliefdheid in het openbaar en dan vooral hoe jongeren daarop reageren. Ja. Daar gaan we even naar kijken. Dank je. Ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen, deze beelden zijn in scène gezet. Dus het zijn Benidorm Bastards. Die serie is denk ik bij jou ook wel bekend. Ja. Maar is dit dan wel ook de werkelijkheid? Ja, hoe het zou kunnen? Dat is een interessante vraag, want natuurlijk is televisie nooit de werkelijkheid. Hè. Dit is het leuke aan deze werkelijkheid die hier wordt getoond, is dat bepaalde stereotypen
van ouderdom en van jong zijn worden omgekeerd. Dus de ouderen gedragen zich in feite jong. Tegelijkertijd worden een aantal ouderdomskenmerken vergroot. Hè. Bijvoorbeeld in het eerste fragmentje zag je die rolstoel daar opzij staan. Ja. Terwijl dat zij daar staan te zoenen, of zitten te zoenen voor die fontein. Of wat was het nu? Maar dit soort gevoelens die zijn dus niet leeftijdsgebonden? Nee. Deze, kun je op alle, of je nu 80 bent of 100, je kan op elk moment in je leven weer verliefd worden, toch? Ja, ja. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Nee. Ik zou graag nog iets willen zeggen over deze fragmenten uit Benidorm Bastards. Want dat televisieprogramma speelt wel heel mooi met die clichés die bestaan en keren die om. Mm-hmm. En in feite lachen wij met de ouderen mee naar de jongeren. Althans, zo ervaar ik dat. Mm-hmm. Want uiteindelijk zijn het de jongeren die voor de gek gehouden worden door de ouderen in beeld. Precies. En vaak is het bij verborgen cameraprogramma's omgekeerd. Ja. En dus dat is het mooie daaraan, vind ik. Ja, want wat natuurlijk iedereen ook wel weet, is dat, bedoel, om je voor te stellen dat je ouders seks hebben of je grootouders, dat is natuurlijk een vreemde gedachte. Maar wat vinden jouw ouders dan van dat jij een boek schrijft over seksualiteit van ouderen? Herkennen zij zich hierin? Of hoe is dat? Dat heb ik hen nog niet durven vragen of ze zich daarin herkennen. Ik denk dat het voor hen zeker zo'n schok moet zijn om een dochter te hebben die hier een boek over maakt als omgekeerd. Dat ik mij moet voorstellen dat zij seks hebben. Maar een reactie daarop, zij zijn komen kijken naar de voorstelling van het boek. Ze vinden je boekpresentatie, dat was afgelopen maandag? Het was afgelopen maandag in selecties. Toen was er ook een debat met een aantal specialisten. Ik denk dat net zoals bij alle andere kinderen en ouders, ik dit thema zelden met mijn eigen ouders bespreek. Ja. Dus, en heb je nog één goede tip voor ouderen? Een goede tip voor ouderen? Ja, omtrent dit onderwerp? Wel, ja, als ik daarin, ik ben misschien daar niet goed voor geplaatst, maar wel als ik daar een tip over zou kunnen geven, is om het meer bespreekbaar te maken. Er is geen enkele reden waarom dat men niet zouden kunnen praten over seksualiteit van ouderen. Ja, precies, want het is heel normaal. Ja, en er wordt vaak lacherig over gedaan, maar dat is zeker niet de bedoeling en de insteek van deze bundel. Nee, het is een boek voor ouderen. Het is zeker een boek voor ouderen ook. Ja. Oké, nou, ik dank jou heel hartelijk. En we zijn hier allemaal gerustgesteld dat het gewoon nog heel lang door kan blijven gaan. Ja.